service, sir. Hey, Lou. Oh, weer ontbijt op bed. Ja, maar je zoetje moet je meteen opdrinken, anders gaan de vitamintjes eruit, hè? Nou, ik heb wel wat beter. Hey, jij, hou op, niet doen! Nee, 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 dat durf je wel, hè? Als ik niet terug ga slaan. Hou op! Dat is toch gelukkig? Ja, ik ook! Oh, 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 het is ook allemaal zo heerlijk, hè, wat je voor me maakt. Mm. Oh, heerlijk. Een schuitje. Ja, goed zo. En een eitje. Knap van je. Oh, eigenlijk is alles... heerlijk, hè, wat je doet. Ja. Hé, hey, weet je, Lucien? Ja. Weet je, eigenlijk zou ik graag willen dat jij altijd alles voor me deed, hè? Nou, gewoon dat ik nooit meer zelf iets hoefde te doen. Waar was je al die tijd, hè? Al die tijd dat ik gewacht heb. Al die tijd dat ik... Shit. Is het al zo laat? Ja, ik heb de wekker uitgezet. Je lag zo lief te slapen. Ja, maar dat kan helemaal niet. Hoezo niet? Ja, omdat ik bij de notaris moet zijn. Notaris? Ja, nou, god, ja, je wordt bedankt. Maar waarom moet jij bij een notaris? Ja, nou, dat zijn mijn zaken. Oh, god, Lucien, wil je dat alsjeblieft nooit meer doen? Ja, maar je komt net van te zeggen dat ik alles voor jou zou moeten doen. Ja, maar mag ik wel alsjeblieft zelf bepalen wanneer ik me verslaap? En je ontbijt dan? Weet je, de volgende keer als ik ontbijt op bed wil, dan vraag ik er wel om. Morgen. Nou, dan ga ik maar, hè. Kusje. Hoezo? Ja, Lucien. Nou, je hebt me toch niet nodig? Ja, natuurlijk wel. Nou ja, goed, hè. Ik was een klein beetje uit mijn hum, hè. Nou, kom op. Ja, maar kan ik toch niet weten dat van die notaris? Nee, ja, dat moest ook een verrassing blijven. Nee, wat ga je dan doen? Ja. Het is een verrassing, hè? Weet je nog? Ja, nou ja, maak je nou joh geen zorgen, joh. Je vindt het hartstikke leuk. Echt. Hé, hey, kusje. Kusje. Wat was dat allemaal? Volgens mij heeft Gilles iets met zijn notaris. Dan moet die oppassen. Omgang met notarissen kan in de papieren lopen. Ja, die vragen per uur meer dan een gay escort. Misschien wil die wel een hypotheek op je nemen. Op mij? Kan dat ook al? Ja, jij bent toch ontroerend goed? Een notarieel grapje. Nee, het is iets anders. Hij zei dat een verrassing was. Hij gaat dood. Ja, gezellig. Leuke verrassing. Hij gaat dood en hij is nu bezig met zijn testament bij de notaris. Jij wordt zijn enig erfgenaam. Dat is geen verrassing, dat is een verassing. Dat is een doodgraverschrapje. Weet je wat ik denk? Nou? Ik denk dat hij mij ten huwelijk zal vragen. Dat kan toch tegenwoordig? Ja, en ik word de nieuwe paus in Rome. Hé, hey, hé. Hey. Zou je dan niet eerst verloven? Of is het een moedje? Je mag een bruidsje wel lenen. Hij wil een soort contract, een samenlevingscontract, dat we ons kunnen laten registreren. Ja, dat kon in de Tweede Wereldoorlog ook. Dat is een verzetschrapje. Dat is toch net zoiets als trouwen? Eén klein puntje na. Oh ja, wat dan? Je mag je meisjesnaam houden. Hetero grapje. Nee, Gilles. Ik weet wat jij van me voelt, hè. En ik hou ook van jou, ja, maar na vanochtend... Het spijt me, je hebt me beledigd. Het hoeft voor mij niet meer. Maar aan de andere kant, ja, ben je ook zo'n schat, hè. Ja, ik wil. Neem mij tot wettige echtgenoot. Hoi. Hallo. Luus. Mm-hmm. Ik heb nagedacht, hè, over... Ja, over dat net. Ik ook. En ik denk... Nou ja, nee, misschien neem ik te veel afstand. Nee. Ik moet me niet zoveel met jouw leven bemoeien. Jawel, dat moet je juist wel. Ah, ja? Ja. Nou. En daarom... wou ik jou iets belangrijks vragen, hè? Wil jij... Wil jij... Ja? Nou, ik was dus net bij die notaris, hè, om iets te bespreken. Een contract. Zeg het maar. Nou, mijn voorstel dus is... Ja, ik wil. Wat? Ja, tuurlijk, ik geloof erin. We kunnen het aan.
Weet je het dan al? Ja, natuurlijk. Ik ken je toch, gek. Nou, prima. Kan tenminste meteen van wal steken. Kijk, ik dacht dus aan een simpele concernconstructie met verschillende BV's. Waarvan we alle twee eigenaar worden en directeur. He, en ik breng het kapitaal in en jij de arbeid. Waar heb jij het over? Over ons partnership natuurlijk. Partnership? Ja, ja, daarvoor was ik bij die notaris. Hè. Ik wil dat jij mijn compagnon wordt. Mijn zakenpartner. Hoe wou je dat dan doen? Nou, gewoon. Jij wordt mededirecteur en dan krijgen we alle twee 50%. Dan kan ik toch nooit betalen? Nee, joh, dat hoeft ook niet meteen. Hè? Kijk, jij doet het werk en ik regel het geld. En dat verrekenen we later wel. Nou, misschien is het toch beter dat ik 51% neem, hè, en jij 49%. Gewoon, voor de zekerheid. Kunnen we altijd zien hoe het gaat. Nou, wat vind je ervan? Ja, ja. Oké, de notaris komt vanmiddag met de papieren. Nou, geweldig. Bedankt. Oh, alsjeblieft, schatje. Gillebeest, waarom wil je dit eigenlijk? Omdat ik van je hou, Guppie. Hey, ik wil gewoon alles met je delen. En bovendien is het fiscaal heel aantrekkelijk. En, zijn jullie al onder trouw? Laat het me wel snel weten, want volgende week zit ik op Terschelling. Dan kan het dus niet. Wij gaan niet trouwen. Oh, nee? Oh, dus je komt toch in zijn testament? Nee. Ik word Gilles' partner. Halleluja, alsof we dat nog niet wisten. Ik word Gilles' zakenpartner. Wat? Ja, we gaan de Vlaamse pot delen. Hij krijgt 51% en ik 49%. Ja. En er komt zo'n notaris om alles te regelen. Fukkeduk. Ja, meisjes. Ik word een beetje jullie directeur. Leuk, hè? Nou, Luus, dan word je voor 49%. Ongeveer tot hier. Zijn beentjes. De notaris is er. Oh. Oh, Lucien. Dit is mevrouw Van Velten, de notaris. Wat leuk. Goedemiddag. Als de nood daar is, dan bel je de notaris. Lisbeth Van Velten, notaris. Lucien van Damme. Zakenman. Ja. Nou, zullen we even gaan zitten? Goed, ik heb vanmorgen al het een en ander met de heer Van Zutphen doorgesproken. Goeiedag. Frits, wij zijn even bezig. Ja, ik ook. Het is wat, hè, met die rommelige restaurants tegenwoordig. Ja, Frits, keuken. Ja, we hebben daar een schitterende keuken. Als mevrouw zin heeft in een rondleiding. Frits, wij hebben een belangrijke bespreking met de notaris. Hè? Oh, daar hou ik mevrouw wel even bezig. Frits, mevrouw is de notaris. Oh, hij had het dan meteen gezegd. Nou ja, let u maar niet op hem, hè. Goed, waar waren we gebleven? Bij mij. Mijn voorstel is om het restaurant onder te brengen in een aantal aparte BV's... waarvan u allebei directeur-eigenaar wordt. Hoezo? Oh, dat is voor de belasting. Hè? Een BV betaalt veel minder belasting dan een persoon. Kijk, het huis verkoop ik dus aan het Vlaamse Pand BV... en die verhuurt het weer door als bedrijfsruimte aan de Vlaamse Pot BV. De inventaris brengen we onder in de Vlaamse Koekenpan BV. En die leest het weer aan de Vlaamse Pot BV. En dan het mooiste, het personeel treedt in dienst van de Vlaamse Ober BV. En uw werknemers worden door de Vlaamse Ober BV geleased aan de Vlaamse Pot BV. Ja, zeg nou zelf, hè? Is toch reuze simpel. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Frits? Hoi, heb je staan luisteren? Nee, tuurlijk niet. Maar wat doe je dan hier? Ik ga even naar de Vlaamse Play BV. Moet dat nou, Lucien? Ja, we doen het helemaal officieel. Officieel? Noem jij die sterfhuisconstructie officieel? BV Zwart en BV Zwendel gaan in zaken. Ja, waarom moeten wij er dan bij zijn? Omdat dit een plechtig moment is, kindje. Hoezo? Jullie gaan toch niet trouwen? Nee, maar we gaan wel fuseren. Echt? Godverdamme. En dat is anders net zo belangrijk, hè, Gillebeest? Oké, goed. Nou, laten we het dan maar meteen doen. Eerste foto. Smile! Zeg, maar hoe gaat het dan? Ik bedoel, fuseer jij in Gilles of fuseert Gilles in jou? Ik bedoel, wie fuseert er nou eigenlijk in wie? Ja, hallo, kunnen we het eventjes over iets anders hebben? Nou, het lijkt me wel iets om van tevoren duidelijk te hebben. Luus, val je op fuseren of weer gefuseerd worden? Wij fuseren gewoon samen, oké? Okay? Nou, proost! Smile! Goed.
moeten, dan heb ik hier de papieren. De oprichtingsakte voor de Vlaamse BV. Mm. Gaan tekenen. Spannend. Yeah. Smile. Ik voel me net Clinton. Ja. Yeah. Nou, dan bent u nu beide directeur, aandeelhouder. You may kiss the bride. Goed. Nou, gefeliciteerd, hè? Partner. Gefeliciteerd, partner. Smile. Ik ben gelukkig, Gillenwees. Ga niet helemaal goed met die jongens, hoor. Stress, dit is wat met die moderne managers tegenwoordig. Nou, dan heb ik hier nog een leasecontractje voor de Vlaamse Koekenpan BV. De uitzendcontract de Vlaamse Ober BV. En een huurcontract voor de heer Frits van Zweling-Aardenhout. Wat? Ja, jullie moeten ook nog eventjes tekenen. Hoezo? Nou, omdat jullie nu huurder worden van het Vlaamse Pan BV. En dat willen we gewoon eventjes op papier. Hm? Dat doe ik niet. Dat heb ik niet eens gelezen. Hoeft ook niet, Frits. Onze BV gaat wel op zoek naar nieuwe huurders. Wij hebben nog altijd zoiets als huurbescherming, hoor, schatje. Tuurlijk, maar dat geldt niet voor een dienstwoning, lieverd. Ze hebben je, Frits. We zijn het al in de 60's. Huur nooit van kapitalisten. Nee, schatje, als alleen maar voor kleine Fritsje. En jij maakt je foto zelf maar huisjes, Melker. Oh ja, en dan heb ik hier voor jullie allemaal nog een klein, fijn arbeidscontractje. Zo. Wat? Om in dienst te kunnen treden bij de Vlaamse Ober BV. Zeg, is dit alles of moeten we ook een donorcodiciel tekenen? Ach, Frits, onze BV gaat met alle liefde op zoek naar nieuw personeel. Nou ja, oké. Okay. Onder zwaar protest. Ja, en 1, 2, 3 en smile. Eigenlijk ben ik heel gewoon gebleven, hè? Hè? Hoezo? Nou ja, nu ik directeur ben, hè, sinds gisteren ben ik een hele hoge pief. Ik doe nog steeds zelf de afwas. Nou, bravo. Ja, misschien zou ik er een sigaar moeten bijroken, weet je, zo'n hele dure. Nou, ik denk dat je dat voorlopig niet kan betalen. Waarom niet? Nou, zo goed gaat het niet met de zaak, hoor. Hey, waarom denk je dat ik al die BV's heb opgericht? We maken zelfs verlies. Nou ja, jammer dan. Ja, zeker jammer. Maar het betekent wel dat je nou niks verdient. Hoezo? Omdat je nou eigenaar bent, hè, dan krijg je 49% van de winst of van het verlies. Betekent dat ik nou helemaal blut ben? Ja, als zo doorgaat wel. Nee, we moeten de boel echt een beetje strenger aanpakken, hoor. Ik bedoel, Frits, die moet nog 2 maanden borg betalen. Laat me niet lachen, zeg, borg. Die jongen betaalt niet eens gewoon een uur. Ja, nou, het staat anders wel eens een huurcontract, hoor. Artikel 13, sub 3. Nou ja, en anders ontruimen we de boel toch gewoon, hè? Artikel 17, lid 2. Ja, maar... Frits... En Irma, die heeft gezegd dat ze volgende week naar Terschelling wil. Nou ja, is voor haar dus ook. Helaas, pindakaas, want ze heeft geen vrije dagen meer. Nou, dat weten we al maanden. Ja. Maar toen had ze nog geen arbeidsovereenkomst getekend, hè? En volgens artikel 22 wordt ziekteverzuim gecompenseerd met vakantiedagen. Ja, god, ik kan er ook niks aan doen, hoor. Het is erop of eronder. Nou, dat zal ze jou niet in dank afnemen. Jou niet in dank afnemen? Hoezo, ik, hè? Artikel 12. Inbreng en coördinatie. Comparant A, dat ben ik dus, levert het kapitaal. Comparant B, Lulu, c'est toi, voldoet zijn inbreng in de vorm van werkzaamheden voor de BV en coördineert de dagelijkse gang van zaken. Qu'est-ce que ça veut dire? Dat jij het ze moet vertellen. Nee, vind ik niet eerlijk. Oké. Nee, goed. Nou, misschien is het niet helemaal democratisch. Nee, kun je wel zeggen. Laten we er maar over stemmen. Oké. 51% is voor mijn voorstel. Frits. Frits, zullen wij ook eens gaan fuseren? Ja hoor, schat. En zullen we ons dan eens helemaal insmeren met anchovisboter en aardbeienjam? Beleggen met plakjes goudse kaas en samen gaan liggen rollenbollen in de glasbak? Ja hoor, schat. Wat zei je? Die luistert niet, hè? Het interesseert je niks. Kun je net goed tegen de muur aan praten. Het enige waar je nog iets om geeft is die stomme tv. Wel, nee. Wat heeft dat ding nog meer dan ik heb? Nou, er zit om te beginnen een knop op. Jongens, sorry. Ik wist niet dat ik stoorde. Doe je ook niet. Oh, ja, nou, ik wou jullie iets vragen, maar aan de andere kant, het heeft ook niet zo'n haast, hoor. Alhoewel, misschien is het toch misschien beter dat ik... Kijk, het zit zo, het stelt er niks voor, hoor. Maar aangezien ik jullie nieuwe
huisbaas ben. Ja, dit is toch geen kennismakingsgesprek, hè? Nee, maar ik moet jullie vragen om... Hoi. Wat? Hoi. Jullie moeten borg betalen. Zeg, Thies, hoorde jij dat ook? Zei Lucien borg? 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 Nee, dat kan niet. En de borg bestaat uit... Hé, wat gek, nou hoor ik het ook. We hebben waarschijnlijk iets aan onze oren. Misschien bedoelt hij zorg. Nee, ik bedoel borg, hè? Artikel 13, sub 3 van jullie huurcontract. En de borg bestaat uit 2 maanden huur. Oh, borg? Nee, dat kan niet. Nee, Lucien zou nooit zoiets vragen. Artikel 17, lid 2. Als jullie niet betalen, dan moet de BV ontruiming vorderen. Alhoewel dit toch heel erg echt klinkt. En jullie hebben 2 weken om dit te betalen. Artikel 22. Dit is een officiële aanmaning en jullie tijd gaat nu in. Zeg, wat wou jij ook alweer vragen over fuseren? Laat maar. Het schijnt dat de sfeer echt enorm groovy is. Geen opgefokte vogels en allemaal onbezet, net als ik. Ja, ja. Terschelling is een prachtig eiland. Niet te groot. Heerlijk. Eigenlijk ideaal voor een singlescamping, vind je niet? Irma, moet je horen. Je krijgt wel een kaartje van me. Lots of love. Van je waddenprinses. Nee, kijk, nu je het er toch over hebt, hè. Ik moet je iets vertellen. Oh, natuurlijk, Luus, ik doe het safe. Aan mijn lijf geen polonaise. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, eigenlijk kun je helemaal niet gaan. Hoezo? Mankeert er wat aan mijn benen? Nee, je hebt geen vrije dagen meer. Wat? Ja, je hebt alles opgemaakt. Je ATV-dagen, je vakantiedagen, alles. Ik geloof dat ik het niet helemaal begrijp. Dit is toch een grapje? Nee, dit is heel erg serieus. Artikel 22 van jouw arbeidsovereenkomst met de Vlaamse Ober-BV. Ja, nou wordt die lekker. Ja, spijt me, ik vind het ook niet leuk. Maar zaken zijn zaken. Kijk, als jij niet werkt, dan maak ik verlies. Nou in? Nou ja, dan verdien ik niks. Dan werk ik voor noppes. Wat heeft dat er nou mee te maken? Dan koop je maar wat minder van die lullige petjes. Ja, ik kan het ook niet helpen. Maar nu ik een beetje eigenaar ben... Kan ik ineens niet meer met vakantie? Jawel, maar dan pleeg je contractbreuk. Contractbreuk? Heb jij wel eens van beenbreuk vernomen? Kijk, sorry, maar vanaf nu af aan moeten wij het een beetje serieus doen, hè? Breng je dit naar de glasbak, want dit is klein glas, hè? Fukkerig. Lucie met de pot olijven? Ah, nee, het is Lucien. Hij is aan het uitbuiten geslagen. Ja, dat zat er wel in, hè? We moeten hem stoppen. Hoe wou je dat nou doen? Ik bedoel, die man staat volkomen in zijn recht, hè? Alles staat zwart op wit en we hebben nog zelf getekend ook. Ja, dat is waar. Maar misschien moeten we daar juist gebruik van maken. Van die papierwinkel. Je moet vuur met vuur bestrijden. IJzer met ijzer. Bloed met bloed. En kale idioten met kale idioten. Yes! Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Kom naar binnen, doe een kuifje. Gaan we klikken. Ja, yes. Gaan we de maagjes weer eens spannen? Neemt u plaats. Wat is dat toch vervelend? Helemaal mijn schuld. Ik raad u aan eventuele letselschade te verhalen op de directie van de Vlaamse Pot BV onder vermelding van artikel 18. Een slokje wijn voor de schrik. Fukkeduk, wat ben ik toch onhandig? Grove schuld en nalatigheid. Artikel 38b. Vanzelfsprekend is de directie ook hier verantwoordelijk voor. Wat is hier aan de hand? Niks, baas. Dat is hem. Sleep hem voor het gerecht. Frits! Wat ben jij godsnaam mee bezig, zeg? Ik ben mijn tanden aan het poetsen. Ja, dat zie ik. Wil ik daar een ogenblik aan mee ophouden? Hoezo? Omdat ik dat zeg en omdat ik hier de directeur ben. Ja, dat is wel heel jammer. Maar dan moet je de huurovereenkomst met het Vlaamse Pand PV beter doornemen. Hè? Artikel 3. Huurder heeft recht op gebruik van de gemeenschappelijke opgang. En dat is deze voordeur. Ja, maar Fritje, het is een rest. Of wou je een nieuwe ingang voor me laten timmeren? Huisbaas? Fritje, kun je het toch niet maken? Zet ik even hier neer. Hey, Patricia! Lekker lucht. Patricia! Oeh. Nee, jongens! Ja. Patricia, waarom ben je niet aan het werk? Oh jee! Ik voel me ineens helemaal niet lekker.
Ziekteverzuim, artikel 12. Nu moet de Vlaamse Ober-BV dat schriftelijk doorgeven aan de Vlaamse Pot-BV. Artikel 31 van de uitzendovereenkomst. En dan moet de Vlaamse Pot-BV een bedrijfsarts inschakelen. Die dan de uitslag per omgaande schriftelijk moet melden aan de desbetreffende werknemer. En aan de Vlaamse Ober-BV. Ah, volgens mij ben ik tegen die tijd al een stuk beter. Shit, mijn lamscarbonades. Oh, ja, ja, oh, ja. Nee, oh, dat is niet best, hoor. Dat is artikel 11, hè, wanprestatie. Dan treedt nu artikel 12 van het arbeidscontract in werking. En wat houdt dat in? Dat directeur Van Damme de kok Lucien moet ontslaan. Op miljarden aan de tjul! Bestelling tafel 3. Artikel 12 van mijn arbeidscontract. Werknemer verricht uitsluitend werkzaamheden in het restaurant. Irma, daar kan ik toch ook niks aan doen? Zwaar! Doe dan niet zo lullig, zeg. Lucien, tafel 5 zit al 3 kwartier te wachten. Op dit. Ja, maar, zo kan ik toch niet werken, jongen? Zo kan ik toch niet koken? Dan moet je bij de directeur wezen. Mevrouw, waar is zij mee bezig? Geen idee, maar ik zal even voor u informeren. Dries, ja? Wat doe je? Ik ben mijn been aan het shaven. Aha, ze is haar been aan het shaven. Ja, dat zie ik ook wel, maar moet dat nou echt? Nou, volgens mij kunnen ze wel een buurt gebruiken, maar ik zal even informeren. Dries, ja? Moet dat echt? Nou ja, moeten is een rekbaar begrip. Hè? Ik ben in elk geval nog niet in mijn contracten tegengekomen. Maar je weet het gewoon niet tegenwoordig. Het moet in ieder geval niet. Vergeet je snor niet. Het moet niet. En u kunt de klachten indienen bij de directie. Dat is die kleine kale kop daar binnen die al dat eten aan het verprutsen is. Mijn god. Frits. Patricia. Rijgeel. Aha. Dat treft deze elegant geklede kappersbruine horecanicht is ook aansprakelijk. Nagel hem aan het kruis! De kalkoenfilets voor tafel 4. Oh, die zijn al 3 kwartier geleden vertrokken. Hoezo? Ja, is heel gek. Ik zat bij zijn tafel mijn tanden te flossen en weg waren ze. Ja, Gilles! Wat is hier in godsnaam aan de hand? Dan vraag je toch aan hem? Wat? Frits! Nou, kijk, Lucien is niet al te vlot vanavond. Dat krijg je. Als ze eigenaar worden, zijn ze lui. Dat is niet waar! Ja, maar is... kan ik dan ook helemaal niks aan je overlaten? Je bent notabene directeur! Ja, hallo zeg! Heb ik hierom gevraagd? Wie is idee was dat? Nee, je had me net zo goed directeur kunnen maken van een debiele... Ja, maar hoe moet je kijken? Ja, maar nee, ik hoef dit helemaal niet. Ik wou niet eens directeur worden. Ik dacht gewoon dat jij en ik en jij gewoon gelukkig hadden kunnen worden met een samenlevingscontract of zo. Wat? Ja, maar dit wil ik niet! Maar Lucien, luister nou eens. Nee. Nu ga je even goed naar mij luisteren, oké? Okay? Irma. Jij krijgt een maand vakantie. Kun je alle campings van het noordelijk halfrond aftropen. Prinsenkindje, vergeet die borg maar. Truusemeid, doe jij deze week maar heel rustig aan, kind. En Lulu, jij krijgt opslag. Haha, 30%. Haha. Zo, partner, wat dacht je daarvan? Ja, maar Lucien, dat kan toch helemaal niet? Oh nee, kan dat helemaal niet? Dan moet je dat ene artikeltje lezen. Wat was het ook alweer? Comparant B coördineert de dagelijkse dingen. Zo, nu nog even deze twee kalkoenschnitzels coördineren. Huppakee. Zo, partner, hadden we nog verder iets te bespreken? Ja, meneer de directeur. Huh? Het staat wel niet in mijn contract, maar... Lu? Het is een beetje mislukt, hè? Wat? Nou... Onze fusie? Kun je wel zeggen, ja. Sorry. Hé, hey, misschien moeten we iets anders verzinnen, hè? Hm? Nou, dat je weer gewoon bij mij in dienst treedt, hè? Doe ik gewoon al die BV's op. Vind je dat niet vervelend? Nee, joh. Ik kan best een paar lege BV'tjes gebruiken. Luus? Mhm. Over dat samenlevingscontract, hè? Mm-hmm. Ik wist helemaal niet dat je dat wilde. Oh, misschien wil ik dat ook helemaal niet, hoor. Oh. Jij wel? Nou, misschien wel. Kusje? Kusje? Nou, of denk jij dat we eerst moeten... Fuseren! Ja.